Van harte goeiedag en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Het programma dat we u presenteren met veel informatie en natuurlijk de laatste updates met betrekking tot de COVID-pandemie die Suriname nu ook duidelijk in de greep heeft. Kijken we naar de officiële COVID-website, dan zien we toch wel wat schrikbarende cijfers, zo moet ik het noemen. We zien onder andere dat het aantal positief geteste personen staat op 3077. Dik boven de 3000 dus. Genezen verklaart 2138 mensen. Op de ICU liggen er 13 mensen. En we hebben tot en met vandaag 48 personen die zijn overleden als gevolg van COVID-19. En dit zijn echt wel schrikbarende cijfers. Cijfers die ontzettend de lucht in zijn geschoten de afgelopen periode. Als je aanmerking neemt dat we eergisteren op één dag een record van 5 overleden personen hebben gehad. Niet mooi. En daarom zijn we met dit programma bij u om u toch wel wat updates te geven, informatie te geven. En u proberen te sterken om deze COVID-pandemie te fighten. Onze gast van vandaag is Eva Stroo. Ze is psycholoog. Eva, van harte welkom in ons programma. Ja, hartelijk dank. Laat me meteen met de deur in huis vallen. Er wordt vaak gesproken over een psycholoog. En een psychiater, dat zijn twee verschillende beroepen. Als je heel in het kort aangeeft, jij bent psycholoog, wat een psycholoog doet en wat een psychiater doet. Ja, natuurlijk. Een psychiater, dat is echt een arts, die heeft geneeskunde gestudeerd en heeft dan als specialisatie de psychiatrie. En een psycholoog heeft echt puur psychologie gestudeerd. En in de praktijk leidt dat ook eigenlijk meer toe dat een psycholoog meer gespreksbehandelingen doet. En een psychiater die kan eigenlijk de medicatie voorschrijven. Oké, en jij bent dus een psycholoog. Ja. Je praat heel veel met mensen. Juist, ja. Oké, onze focus is natuurlijk de COVID-19-pandemie. De datum van 13 maart staat gegrift in ons geheugen. Zeker. Toen hadden we de eerste COVID-doden. Sinds toen is het in een enorme vaart gegaan. Hoe heb jij het als psycholoog ervaren vanaf die tweede week in maart tot en met de cijfers die we daarnet gezien hebben? Ja, dat is zeker een hele belangrijke datum. Het is eigenlijk denk ik ook meer de bewustwording geweest van het is echt. Want ik denk dat het misschien nog een beetje voelde als ver van een bedshow. En ja, toen natuurlijk echt iemand eraan overleed, was het echt van oké, nu moeten we echt gaan oppassen en goed uitkijken. Want het komt nu wel heel dichtbij. En we zien hoe dichtbij het nu komt. En ja, ik denk als psycholoog, sowieso persoonlijk heb ik het als heel wisselend ervaren. Hè? Want we gaan zelf natuurlijk ook door allemaal emoties en stadia heen. Maar ik denk wel dat het een hele goede tijd is geweest voor zelfreflectie. En toch kijken naar jezelf en wat nou echt belangrijk is in het leven. Mm-hmm. Heb je het idee dat nu, we zijn nu een aantal maanden verder, dat mensen echt doorhebben dat het geen ver van mijn bedshow is? Of is dat nog niet echt goed doorgedrongen? Ik heb niet het idee dat overal inderdaad even duidelijk is. En dat is denk ik sowieso een heel lastig vraagstuk, want daarop zouden de maatregelen ook gebaseerd moeten worden. Maar ik denk niet dat het nog even helder is. En ik weet niet of het komt door de awareness of dat mensen misschien niet alle middelen hebben om zich eraan te kunnen houden als je natuurlijk je baan bent verloren en dat soort zaken. Maar ik denk niet dat het nog overal even duidelijk is. Mm-hmm. Oké, dat merk je ook een beetje, denk ik hoor. En in jouw praktijk heb je vanaf die 13e maart tot nu een beetje verandering gezien in klachten waarmee mensen komen die COVID-gerelateerd zijn? Ja, zeker wel. Eigenlijk aan het begin durfde niemand meer te komen. en hadden wij zelf ook geen cliënten meer. Omdat iedereen moet wennen aan de situatie en dachten we moeten alleen maar thuis blijven. Daarna, het is natuurlijk heel belangrijk om juist in ons vakgebied mensen wel te kunnen helpen. En hoe langer het duurde, hoe meer vraag er natuurlijk ook weer kwam. Dus we zagen wel echt een toename in somberheid bij mensen. En ook angst. Toevallig las ik gisteren een artikel en er werd gesproken over coronafobie. Dat is denk ik een mooie nieuwe term voor deze tijd. Dat mensen te bang worden voor corona en daardoor misschien helemaal passief worden en in huis blijven en helemaal niets meer ondernemen. Maar dat gaat dan weer ten koste ook van de psychische en lichamelijke gesteldheid. En wat zijn de
de meest voorkomende klachten, verhaaltjes waarmee patiënten bij jou komen? COVID-gerelateerd? Ja, nou ja, het is toch omdat er mensen gewoon minder prikkels krijgen, minder kunnen doen en vooral minder sociale contacten. Is echt een toename in de somberheid, hè, dus in depressie. Nogmaals weer de angst. En stress neemt ook toe, want mensen krijgen meer tijd en ruimte om te piekeren. En er is dan ook weer geen afleiding. Dus dan blijven we maar doorpiekeren. En dat is sowieso nooit wenselijk natuurlijk. En helaas is huiselijk geweld ook toegenomen in deze periode. Dat is natuurlijk ook een zeer belangrijk punt, omdat mensen gewoon dichter bij elkaar zitten en niet meer even weg kunnen. Dus dat is wel een heel belangrijk punt om wat aandacht verdient. Ja. En dan laat jij een paar woorden vallen, waaronder angst, depressie en stress. Laten we beginnen bij angst. Is dat terecht? Is die angst terecht? Ik denk niet dat de angst geheel terecht is. Ik denk dat er heel veel irreële angst is. En dat is denk ik helaas gebaseerd op social media, op bronnen die niet wetenschappelijk zijn. Iemand post iets op Facebook en het wordt helemaal uitvergroot en het wordt er verspreid. En iedereen, of veel mensen denken dat het waar is. Waardoor er heel veel extra angst bij komt. En mensen zich dus ook weer zo gaan gedragen en zo gaan voelen. Dus dat is absoluut niet wenselijk. En daarom zijn de bronnen heel belangrijk. Kijk vooral naar de wetenschappelijke bronnen. En juist ook, neem soms even afstand van alle COVID-informatie. Want het zorgt er ook voor dat als we alleen maar gefocust zijn op COVID, dan gaat dat ook natuurlijk doorwerken in onze hersenen en krijgen we helemaal geen ontspanning meer. Mm-hmm. En dat is ook niet wenselijk. En dan praat je over depressie en stress die ik in wil nemen. Hoe ontstaat dat in deze situatie? Vooral de stress en depressie, eigenlijk ook angsten, ontstaat omdat minder contact is, minder sociale contacten, wat we gewoon nodig hebben als mens. Hè, dat is echt een basisbehoefte. Mensen hebben het gevoel misschien van uitzichtloosheid, omdat het een onzekere periode is. Niemand weet hoe het gaat lopen, hoe lang het gaat duren. Mensen hebben financiële problemen, wat natuurlijk ook zorgt voor meer piekeren. Van, wat moet ik nou? Ik kan niet meer misschien in mijn bus rijden. Of ik kan de horeca niet meer doen zoals ik het wilde doen. Dat zorgt natuurlijk allemaal voor meer stress in het lichaam of depressie. Het hangt er net vanaf welke kant je zelf opgaat. En de somberheid. Mm-hmm. En dat blijft natuurlijk doorgaan zolang deze periode duurt, als je er niks aan doet. Ja, nu vertelde jij me dat je niet echt gefocust bent op kinderen. Jouw vakgebied ligt elders. Maar ik denk dat dit een beetje algemeen is. Die kinderen die gewend zijn naar school te gaan, 5 dagen in de week. Van 7 tot 1 uur op school zitten, met anderen op school zitten, die kregen ineens een super lange vakantie tussen aanhalingstekens, waardoor het sociaal contact met klasgenoten kwam weg te vallen. Mm-hmm. Wat voor impact heeft dat psychisch op kinderen? Ja, dat heeft zeker een grote impact, want helemaal bij tieners is het natuurlijk heel belangrijk de leeftijdsgenoten. Dus het is heel belangrijk dat ze eigenlijk nog wel het contact hebben. Dus daardoor zal de social media ook zeker toenemen of het contact online. Want ze hebben het ook gewoon nodig. De gevolgen die ervan kunnen komen is een verstoord eet- en slaapritme. Of ze kunnen gefrustreerd en somber raken. Tieners die gaan misschien meer in de weerstandmodus. Misschien meer conflicten met ouders. Merk je dat in de praktijk? Ja, dat zien we zeker. Omdat helemaal tieners die worden eigenlijk iets zelfstandiger. Maar dat kon nu gelijk niet meer. Want ze moesten weer terug naar huis en mag niet meer naar school. Dus alles moest gelijk weer binnen het gezin. Maar het is in ieder geval voor beide groepen heel erg belangrijk om structuur aan te houden. Waarbij tieners wel iets meer de ruimte mogen krijgen, want die hebben juist nu in die leeftijdscategorie behoefte aan zelfstandigheid. Mm-hmm. Maar structuur is wel echt heel belangrijk. Oké. En toch haal je ook aan huiselijk geweld, daar praten we dus over volwassenen. Is het wel bewezen dat dit geleid heeft tot meer huiselijk geweld? Ja, dat is zeker bewezen. Is bewezen. Ja, en we praten niet alleen over volwassenen helaas. Het is natuurlijk ook volwassenen naar kinderen toe. En inderdaad ook tegen elkaar. En dan ook alle vormen van huiselijk geweld. Dus inderdaad misbruik, geweld,
Verbaal, dat soort zaken. Ja, dat is inderdaad echt al bewezen, ook in meerdere landen helaas, dat het echt is toegenomen. En is het een grote toename of is het te verwaarlozen? Nee, het is wel absoluut een noemenswaardige toename. Ik kan de cijfers niet direct noemen, maar ja, dat is zeker noemenswaardig. En in landen waar bijvoorbeeld de rechtbanken weer open gingen, was ook gelijk een toename aan scheidingen. Nou ja, dat is prima natuurlijk, maar ja, het geweld is natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Ja, waar aandacht aan moet blijven worden besteed. Mm-hmm. En stel dat jij zo'n geval krijgt als psycholoog, een geval van huiselijk geweld. Wat zijn de belangrijkste algemene adviezen die je geeft om te proberen te voorkomen? Ja, dat is een hele uitgebreide vraag. Ja, het verschilt van geval tot geval natuurlijk. Ja, absoluut. Maar zorg, ik denk dat het heel belangrijk is, want het neemt eigenlijk toe omdat we gewoon allemaal bij elkaar op de lip zitten. Dus het is gewoon heel belangrijk dat, want we kunnen wel naar buiten, maar zorg dat je het veilig doet en hè, dat je misschien gewoon alleen een rondje gaat lopen. Want alleen dat zorgt al voor een afname van stress en eventuele boosheid op dat moment. Dus zorg hè, dat je altijd wegloopt uit de situatie, voor zover het nu natuurlijk ook kan en de maatregelen toelaten. Want dat is natuurlijk al de eerste hulp, zeg maar, bij je. Mm-hmm. Als er echt een crisissituatie is. Maar daarnaast moet er gekeken worden van hey, hoe kunnen die situaties anders worden opgelost? Hoe kan er anders worden omgegaan met de emoties? En vooral geef elkaar de ruimte voor zover dat kan. Dus of het nou echt buiten is of hè, even uit die situatie. En als we praten bijvoorbeeld over mensen die positief getest zijn. Veel informatie richt zich op de fysieke symptomen die we kennen. Het hoesten, geen reuk, geen smaakgevoel meer. Maar natuurlijk heeft het ook een psychische en mentale impact op de mensen. Hebben jullie kunnen ontdekken wat de grootste psychische impact is op iemand die hoort van ik ben positief getest? We hebben het toch niet zozeer kunnen ontdekken, maar dingen die natuurlijk meespelen is dat er in de samenleving dus die angst heel erg heerst waar we het net over hadden. Wat vaak het grote angst is. Waardoor mensen het idee krijgen van, ik ga scheef worden aangekeken, ook al ben ik genezen. Want iemand is dan natuurlijk helemaal niet meer besmettelijk. Terwijl veel mensen uit onwetendheid wel gaan denken van, ik moet niet in de buurt komen, want die heeft ooit in het Wijnika ziekenhuis gelegen. Ja. En dat is natuurlijk absoluut niet oké, want die persoon moet al dealen met lichamelijke klachten en natuurlijk al eigen. Natuurlijk ook somberheid komt erbij kijken als iemand natuurlijk gediagnosticeerd is. En angst natuurlijk voor het eigen leven. Omdat we natuurlijk allemaal weten wat de gevolgen helaas kunnen zijn. Dus daarnaast speelt de samenleving ook een grote rol daarin. Mm-hmm. En wat ik trouwens ook wel in AZ heb gezien onder de verpleegkundigen bijvoorbeeld. Dat ook thuissituaties soms heel gevoelig kunnen zijn. Hè? Dat partners zeggen van, als jij nu ziek wordt, dan ga ik bij je weg. En dat soort zaken, wat natuurlijk niet wenselijk is en alleen maar zorgt voor meer stress. Terwijl het gewoon heel belangrijk blijft om toch de wetenschappelijke berichten natuurlijk te blijven volgen en daarop af te gaan. Als ik zo naar je luister, is er toch veel meer dan alleen maar dat fysieke gedeelte, dat mensen ziek worden. Als ik nu hoor dat de eerste lijn zorgmedewerkers ook thuis in de problemen kunnen komen. Vind je dat het ondersneeuwd is, dat het onderbelicht is, dit aspect van dat hele COVID-gebeuren? Ja, zeker. Ja, ik zeg het niet alleen omdat het mijn vakgebied is, maar absoluut. Want ik denk, los van de patiënten en de hulpverleners in dit geval, denk ik ook dat de maatregelen. Lastige dingen over zeggen, maar dat in ieder geval de psychische toestand niet is meegenomen daarin. Maar het heeft zeker een impact, natuurlijk, waar we het net over hadden, op de kinderen, op hulpverleners, op iedereen. En ik denk dat het psychische aspect daar niet in is meegenomen. Ja, dat zou veel beter belicht moeten worden. Ja, absoluut. En daarnaast hebben we gewoon allemaal psychische mee moeten dealen en dealen we er nog steeds mee. Dus het heeft echt op iedere inwoner van ons land invloed. Mm-hmm. Mentaal. Dus ik denk zeker dat het veel meer kan worden meegenomen. Ja. En nu horen we ook wel eens dat mensen die zeker op de intensive care unit hebben gelegen,
nog heel lang fysieke last hebben van alles dat ze hebben meegemaakt in hun revalidatieperiode. Maar dan praten we echt over het lichamelijke. Ze zijn zoveel zwakker geworden, ze moeten weer dit leren, ze moeten weer dat leren. Iemand die door dat traject is gegaan, ICU, heel veel ademhalingsproblemen. Wat is de psychische impact, zeg maar, dat de persoon eruit komt en bezig is aan het herstellen? Wat is de psychische impact? Daar zal ook zeker weer die angst bij komen kijken. Want hè, iemand heeft toch het hele traject meegemaakt en heeft zeer waarschijnlijk de angst gehad dat hij misschien, hè, dat er een kans is dat de persoon het niet overleeft. Dus de angst zal zeer waarschijnlijk ook veel groter zijn dat hij misschien weer besmet wordt. Of dat hij niet meer het leven kan leiden zoals de persoon deed. Omdat inderdaad het lichaam duurt een tijdje voordat het weer helemaal is zoals het was. Dus er speelt ook zeker weer veel angst mee. En stress natuurlijk dan ook. Want misschien komen dan ook weer andere zaken kijken zoals financiën en werk. Wat dan ook natuurlijk moeilijk kan zijn. Wat dan weer meer stress met zich meebrengt. Dus zo blijven die psychische symptomen doorgaan. Wat natuurlijk ook weer tot somberheid kan leiden en het piekeren. En ja, zo blijft het een cirkel. En nu, ja, dit zeg ik gewoon, ik weet het niet zo zeker. Wat ik zeker weet is dat ze in hun revalidatie natuurlijk heel vaak bij de fysiotherapeut zijn. Maar is er ook een psycholoog in dat traject op dit moment? Nee, niet dat ik weet in ieder geval. Ik ben ook verbonden aan de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen. En nee, daarvoor zijn we niet zozeer benaderd. We willen natuurlijk wel zeker die ondersteuning bieden. En ik denk, heb je het idee dat het moet? Ja, dat denk ik zeker. Ik weet alleen niet of het allemaal zo erkend wordt als hoe we het er nu over hebben. Omdat, denk ik, ons vakgebied voor sommige mensen ook nog wel echt een taboe is. En dat mensen denken, ja, maar ik ben toch niet gek, hè? Ja, juist. Dat vooral, ja. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet, want het kan gewoon ook een ondersteuning zijn bij de somberheid of bij de angst, om dat weer te laten afnemen. Zodat iemand zich toch weer psychisch sterker gaat voelen. En daar volgt gewoon het lichaam ook op. Dat is gewoon heel simpel. Ja. Als iemand heel somber blijft of heel angstig, dan zal het herstel ook niet heel snel gaan. Mm-hmm. Dus ik denk zeker dat het een mooi pakket zou moeten zijn met allerlei disciplines, waardoor iemand echt de juiste hulp zou kunnen krijgen. Oké, en nu komt niet iedereen bij de psycholoog, maar je kunt in je omgeving, thuis, in je gezin, zou je kunnen merken dat dingen anders beginnen te gaan, dat mensen geïrriteerd raken, dat mensen stressig worden, dat er angst is. Hoe zou je binnen die kleine gezinsgemeenschap bijvoorbeeld het best kunnen omgaan met die situatie, als je dat merkt? Ja, goede vraag ook zeker. Activiteiten zijn gewoon heel belangrijk, dus echt bezig blijven. En ook ontspanningsmomenten. Dus voor de een is dat een meditatie, wat misschien nog nooit geprobeerd is, maar nu het moment voor is. En de ander die ontspant door gewoon een film te kijken. Dus juist echt zulke dingen in te bouwen en nogmaals weer die structuur. En ook wel dingen juist samen doen, maar ook weer apart, want we hebben het beide nodig. Mm-hmm. En daarnaast wat ik nog wel wil aangeven is een belangrijk punt, is dat onze hersenen eigenlijk de negatieve informatie meer onthouden. Dus dan komen we ook weer op de bronnen. Het blijft gewoon beter in ons geheugen helaas. Dat is nog iets vanuit de oertijd om beschermd te worden. Maar daardoor zien we de positieve dingen minder goed. Dus is het heel goed om daar bewust van te worden voor onszelf. Dat we misschien alleen maar gericht zijn op de negatieve punten. En dat we dan minder goed kijken naar wat wel kan nog. En wat kunnen we wel uit deze periode halen? Want misschien hebben we nu meer tijd om een hele nieuwe hobby te gaan beginnen. Want online zijn de mogelijkheden natuurlijk eindeloos. Mm-hmm. Dus we kunnen alsnog heel veel kennis op blijven doen en misschien een heel ander vakgebied specialiseren. Ja. Oké, en tot slot is koffiedik kijken, maar hoe zie je als psycholoog de toekomst in het kader van COVID-19? Ja, dat is inderdaad koffiedik kijken. Ik denk wel dat mensen, om het in ieder geval positief te houden, hè, als we hopelijk alle zaken gehad hebben, denk ik dat mensen nu veel meer bewust zijn van het leven en veel meer aan zelfreflectie hebben gedaan en hopelijk veel meer stilstaan van hoe betrekkelijk alles is en wat echt belangrijk is en daar dan ook veel meer waarde aan zullen hechten voor de toekomst. Oké, dankjewel voor dat advies. We zijn gekomen aan het einde van dit interview. Hartelijk dank. Ik denk dat mensen goed erover moeten nadenken en proberen zeker
Wat me bijgebleven is het positieve te ontdekken alles en dat vast te houden. En om een plekje te geven naast dat negatieve. Ja, perfect. Dankjewel Eva en veel succes in je praktijk. Hartelijk dank. Dat was het gesprek met Eva Stroop, psycholoog. En dat allemaal natuurlijk in het kader van de COVID-19 pandemie waar we allemaal mee worstelen. Naast alle fysieke maatregelen die we treffen, is het belangrijk dat je ook hier gaat beseffen dat COVID er is. Dat er impact is, er zijn effecten, maar dat iedereen wel de hersenen heeft om een beetje na te denken en vooral het positieve te gaan ontdekken en hem een goede plek te geven, zodat niet het negatieve overheerst, want dat gaat echt heel makkelijk. Probeer het. En daarnaast hou alle maatregelen goed in acht. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer. Goeiedag.